dat is een van de beste dingen die ze ooit op de filmacademie gedaan hebben. Is dat in het eerste jaar iedereen, of je nou geluidsman bent of niet, voor die camera zetten. Nou, weet je wat man, het is? Je wordt, en ik laat me ook wel eens erin lullen om, om bij iemand anders even voor de camera, meestal boze buurman of filmregisseur, te spelen. Ja, je wordt gewoon een klein kind, weet je. Je wordt gewoon een spons voor complimentjes, weet je. Maar hoe deed ik het, hoe deed ik het? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, where inwardly they are ravening wolves. Jesus is the shepherd who protects you from those wolves. And I am his dog, the sheepdog that get the lambs back on track when they stray off the path. And some of you have strayed, haven't you? Met de epische wraakwestern Brimstone maakte regisseur Martin Koolhoven zijn eerste Engelstalige speelfilm. I seen your mother. She's the kind of person that turns the other cheek. Be like her. Je hebt dan een script, hè? Waarschijnlijk laat je dat dan vertalen. Je schrijft in het Nederlands en laat je het dan vertalen? Ja, ik heb gekozen om het Nederlands te schrijven. Dat komt omdat ik kreeg toen ook wel best wel wat scripts uit Amerika. En ik heb ook wel scripts gelezen van Nederlanders die Engels scripts. En gek genoeg hoefde ik bij die Nederlandse scripts, die vond ik prima. Maar ik hoefde nooit het woordenboek te pakken. En bij die Amerikaanse toch wel. Ja, ja. Dus er is iets. En ik dacht van ja, ik druk me waarschijnlijk gewoon toch beter uit het Nederlands. En toen dus hebben we eigenlijk Sam Garrett, dat is een vertaler die ik ooit heb leren kennen, omdat hij Tim Krabbe ook vertaalt. En trouwens nog veel meer, heeft er allerlei grote Nederlandse schrijvers vertaald. Dus hij komt uit de literatuur. En dus die had ik gevraagd dat hij het wilde vertalen en die was gewoon heel erg goed. Dan heb je dat Amerikaanse script. Of dat script in het Engels bedoel ik natuurlijk. En dan deponeer je dat bij verschillende agencies of nou, sterren? Ja. Of hoe werkt dat? Nou ja, dat hebben we in eerste instantie inderdaad gedaan. En we hadden ook nog iemand die we dan kenden, die iemand kende. En zo, op die manier en zo. Maar dat werkt dus allemaal niet. Daar kwamen we dus want je komt niet binnen dan? Nee. Ja, ik lees het volgende week, lees het volgende week. En dat, dan ben je gewoon een paar maanden verder in één keer. En dan wordt het niet gelezen. En toen Nick Powell, dat is een producent die onder meer The Crying Game en dat soort dingen geproduceerd heeft. En dat is een vriend van Els van der Vorst, dat is de producent van deze film. En die zei, je moet er gewoon een goede Engelse casting director bij halen. En die heeft ons toen geïntroduceerd bij iemand, bij Des Hamilton. En die las het en die zei van, ik wil het heel graag doen. En ik beloof je, als ik naar Amerika ga en ik leg het gewoon bij de paar grote agencies, dan word je binnen 48 uur word je teruggebeld door iedereen dat ze in die film willen zitten. Nou, dat was 24 uur. Drie namen opgeschreven voor de dominee. En twee daarvan, die kwamen naar me toe. En een van die mensen was de agent van Guy. Ja, die andere twee? Moet dat geheim blijven? Ja, dat moet geheim blijven. Echt waar? Ja, dat vind ik niet leuk. Want, ja, maar je kan wel zeggen, degene die op het lijstje had van wie de agent niet kwam. Of niet? Dat is niet zo erg. Nee, dat vind ik niet leuk. Nee. Oké, doe ik niet. Nee, dus Guy, die was een van de twee. Dus ja. Zat je al gelijk, was je natuurlijk heel blij. Nou,
En nou komt dat is de, wat er dan gebeurt is dat, dat er dan gesuggereerd wordt dat, dat Guy Pearce het fantastisch vindt en het helemaal geweldig vindt en dat hij dat wil doen. Dus ik denk, als ik nu ja zeg, dan heb ik Guy Pearce. Maar ik zei nou, ik wil graag Guy. En toen werd het even stil. En een aantal dagen later aan zei, ja, nee, inderdaad, hij wil je ontmoeten in Engeland. En dat heb ik toen gedaan. Maar ik ben er later achter gekomen dat hij het helemaal nog niet gelezen had. Dus ze voelde gewoon, ze wist gewoon dat hij dat. En hij zegt ook, en dat gebeurt dus heel veel. Dus hij zegt van, ik heb een hele goede agent, die weet heel goed wat ik wil. En hij, dat is die, dus die gaf mij dat script en zei, ik weet zeker dat je het wil doen. I know you're there, and I know you can hear me. You may have no tongue, but there is nothing wrong with your ears. Why do doubts arise in your heart? Why are you troubled? How do you sleep at night? How does it feel to be a murderess? Do you know why I'm here? I'm here to punish you. Bij de actrices waren had ik ook meer opties, moet je zeggen. Waren wel altijd blond? Daar moet ik even goed nadenken. Dat is niet zo dat ik dat... Ik gok even, maar ik weet dat Mia Wasikowska was ooit betrokken. Is blond, of in ieder geval rossig. Ja. En uiteindelijk... Nee, er stonden ook niet blonde dames. Dat was niet per se de voorkeur. Nee, daar had ik niet over nagedacht zelfs. Nee. Maar Wasikowska zegt op een gegeven moment ja. Ja, klopt. Heel leuk iemand. Allemaal hartstikke leuk. En die zei vlak van tevoren, zei ze af. En je hoort dan ook niet helemaal precies, weet je, het alleen maar privé redenen, dat kan van alles zijn. Nou, dan ga je er ook, en ze had me nog een heel lief mailtje gestuurd van, want ik begin natuurlijk mailen van, weet je het zeker? En ze zei, nee, maar het kan echt niet. En dus dan laat je het daarbij. Dakota Fanning dus, die kon blijkbaar op stel en sprong inspringen. Ja, die kon daarvoor namelijk niet. En, dus dat was een gelukkig toeval. Doordat wij geschoven waren, of er was iets met haar film ook, weet ik niet meer precies. In ieder geval, ze kon in één keer. Dus, en zij stond ook op het originele lijstje. Dus dat is een godsgeschenk geweest natuurlijk, dat het kon. Ja, wat zag je? Want het klopt uiteindelijk. Want ik kan zien dat het werkt, maar wat zag jij? Ik ben, ik had er natuurlijk heel veel als kindactrice gezien. En ik had wel wat van de nieuwste werk gezien. Maar het grappige is, ik ben heel veel interviews en dat soort ben ik gaan kijken. Wat ik trouwens vaker doe, hoor. Omdat ik gewoon wil kijken hoe iemand is. Echt, zeg maar. Een soort van echt. Precies. Maar in die gewoon... Bijna in, ja, en ja, ik zag het gewoon in haar. Er moet volgens mij in zo'n rol, er moet iets zijn waar je als regisseur, waar je een soort van een beetje verliefd op wordt om dat goed te kunnen doen. En wat zij gewoon natuurlijk heeft, is zij is non-verbaal, is zij gewoon heel sterk. Dus zij heeft hele sprekende ogen en... Ja, dat is iemand die niet kan praten, dan moet je dat hebben, hè? Vader, I pray that my wife will grow in her love for you and me. May she love us with all her heart, all her soul, all her mind and all her might. Give me the strength to lead her to the salvation provided by your grace. In Jesus' name, amen. Ik moet natuurlijk niet Carice vergeten. Was dat eigenlijk
Een soort no-brainer, die zat altijd wel, daar ging je een plekje voor vinden bijna. Nou ja, toen ik helemaal begon met schrijven, heb ik zelfs in de eerste instantie had ik haar als hoofdpersoon. Alleen naarmate ik aan het schrijven werd, werd het karakter jonger. En dus, maar op een gegeven moment kwam er dus een andere rol en dat was meer bij de leeftijd van Carice. Nou, dat was het voor mij heel duidelijk. Als er iets ergens in de leeftijdsrange van Carice zit, dan is dat gewoon wel heel vaak de eerste waar ik aan denk. Dus,